mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Battlefield 4. We zitten nu in de map Floodzone. Ik hou echt van deze map. Ik vind het een hele leuke map. Oh my god. Dit is het enige hele vervelende eraan. Als je naar beneden tieft, dan ben je gewoon flink te schakelen. Want dan moet je weer helemaal omhoog. En dan moet je eerst een trap vinden. Gelukkig weet ik niet ongeveer waar ze zitten. Maar ik vind het heel leuk om heb ik hoor dat we mitrailleuren zijn. Meestal snipe ik hier. Ik zit ook heel vaak gewoon in maps. En er zitten al zo ontzettend veel snipers in deze map. En als gewoon bijna iedereen sniper, dan lukt er één iemand met een mitrailleur. En die denkt, boeia, ik ben anders. Dat is best wel geniaal op zich. Maar in ieder geval, ik zit trouwens nog met dezelfde spelers. Ik weet niet of, of het al was opgevallen nu. Maar ik zit nog met dezelfde spelers als bij aflevering 1. Want ik neem het gewoon meteen daarna op. Ik vind het heel leuk om te doen natuurlijk. Dus denk ik van ja, nou dan neem ik hem maar meteen op. En ik word nou twee keer achter elkaar dezelfde kerel gekild. En die heeft ook een mitrailleur en dat vind ik niet zo leuk. En fuck. Maar ja. In ieder geval, mensen, hallo. Ik was nog niet helemaal klaar met mijn intro. Leuk dat jullie er weer zijn en dat jullie weer gaan kijken naar een potje Battlefield. En gaan luisteren naar een slap gelul van mij of zo. Ja, dat zijn... Yo, dude. Ik heb echt... Oké. Oh ja, als hij niet was... Oké, zal ik hem doen? Nee, kerel, ik knal je. Lol. Ik weet niet waarom ik het zo grappig vind, maar ik vind het heel grappig. Maar ik ben ook dood. Dat vind ik niet zo grappig. Trouwens, Ik weet niet of jullie is opgevallen of zo, hè? Maar het zou kunnen. Even kijken. Eerst jij. Ik weet niet of het jullie is opgevallen of zo, maar mijn beeld bij mijn score, links onderin, kun je zien, zie je onze, de score van mijn team niet. Komt er nog mijn beeldinstellingen goed zijn? Dan moet ik zo'n apparaatje installeren of zo, zodat ik ook tv kan kijken. Want de afstandsbediening die ik nu gebruik, kun je geen beeldinstellingen op regelen. En dat is gewoon heel slecht, want het is nog een oude tv, dus... Die afstandsbediening, daar kun je nog geen eens beeldinstellingen mee doen. Waardoor mijn beeld niet goed staat. En ik dus mijn eigen score niet kan zien. En dan irriteer ik me nogal erg aan. Maar ik ben echt heel erg veel te lui om gewoon dat dingetje gewoon goed te zetten. Om dat allemaal de apparaatje aan te gaan sluiten en al die dingen. Dan moet ik weer even uitzoeken of zo. Het is lang geleden, maar dat ik dat ooit een keer heb gedaan. En ik word in mijn rug geschoten. Maar, nou ja... Dus, maar we gaan sniperen, in ieder geval. Dat hadden jullie vast gezien. Maar ik heb al één kill. En daarmee sta ik onderaan. Dat vind ik helemaal niet erg, want ik vind sniper als leuk. Ik heb liever weinig kills met snipers, maar wel kills. En dan weinig. En dan sta ik onderaan. Of tweede, of weet ik veel, of hoeveelste. Of tweede van onder of zo, zoiets. Heb ik liever dan dat ik heel veel kills maak met een mitrailleur in deze map. Want ik vind het een hele leuke map en ik zie het fucking scheef. En what the fuck? Nope, I didn't got him. Oh my god, en hij loopt net op het laatste moment. Loopt hij weg, ouwe. Oh, dat was een maat. Ik heb echt geluk dat hij hem weer schoot. Hoewel het wel grappig zou zijn als ik hem dood had geschoten. Maar, oké. Hierheen. Nice. Ja, keep pushing. Oké. Daar werd ook even geschoten of zo. Echt gewoon in dat huisje dat gewoon echt gewoon niks bij niks is. Aha! I got you! Oh. Op zich is dit best wel een goed plekje. Oh. Oké. Nou, 4 kills op zich. Nou, ik vind het eigenlijk best wel nice. En lopen. Ik bedoel eigenlijk klimmen. En het is nu weer lopen. Waarom doe ik dit echt? Nee. Misschien moet ik maar gewoon dat niet doen. Kijk,
kijk, als ik hem die claimer had gezet, had ik hem hier neergezet. Maar ik heb je nog niet gezien in de afleveringen die ik kwijt was geraakt. Wat ik echt, echt heel kut vind. Maar de aflevering die ik kwijt was geraakt, die wilde ik echt tot 5 tot 6 keer in de claymore gelopen. Van de veld en van mijn team. Ik heb echt haat aan claymoren. Claymores, denk ik. Ik weet niet waarom ik dat denk, maar dat denk ik gewoon. Het is echt... Oké, oh, I see him on the roof. Oh, haha, nigga. Of zo. Niks tegen niggas, toch? Echt niet. Jullie zijn heel aardig. Oh my god. Oh my god. Oh my god! Oké. Scheefheid nummer 1. Dat ben ik. Kijken, enemies. Dit kijkt vast niet heel fijn voor jullie, maar ja, ik denk dat, want als ik opneem met de camera op beeld, wat ik moet doen omdat ik nog steeds niet goed kan opnemen, in ieder geval, dan wordt alles een stuk lichter, lijkt het wel. Of er vallen stukjes weg die heel licht zijn of zo, en die worden dan nog iets lichter en dan, ja, is het raar. Kijk, dit beeld, dat was wel hetzelfde of zo, maar zoals daarnet. Dan zie je eerst even een hele flits eerst of zo. Even kijken, zoals... ja, ik weet het niet. Nee, oké, dit is allemaal nog gewoon hetzelfde, maar... Oké, wacht. Ja, zoals dit. Kijk, als ik hier naar kijk, dan zie ik, voor mij zie ik vierkantje. Dat zie jij niet. Zien jullie niet. Want, ik weet het niet waarom. Hij maakt alles automatisch lichter. Dat is niet zo heel fijn. Ik snap wel waarom het gedaan is, dat als je in donkere ruimtes speelt, dat je ook iets kunt zien ofzo. Maar, ja, het is niet echt heel fijn ofzo. Ja. Oh my god, scheef. Maar ja, ik ben scheef tata met sniper, dat mag. Even kijken, daar hebben we. Oh, hij is dood. Had ik kunnen... bedenken, want dan lukt daar gewoon een waterpak. Dit ding is trouwens best wel heel erg nice als ze deze erin hebben gedaan, vind ik. Oh, what the fuck? Ik doe... Wat de? Wow. What is happening? Ik doe helemaal niks. Het loopt... What the fuck? Oké, mensen, leuk dat jullie hebben gekeken naar deze aflevering. Dit is een beetje een raar einde. Maar dat, oké. Nou, doei!